Vandaag is de Nationale Coming Out Dag. Wij gaan kijken wat er in Nijmegen gedaan wordt en wat de mensen ervan vinden. Wie zijn jullie? Ik ben Lin Voogd, gedragswetenschapper en een van de eigenaren van Mindmix. Ik ben Daan Jansen, ik ben de voorzitter van DITO, de LHBT jongerenorganisatie in Nijmegen. En wat doen jullie hier vandaag? Wij zijn hier vandaag omdat het Coming Out Dag is. En we hebben twee bewustwordingsacties lopen vandaag. Eentje is deze die we hier achter ons zien. Dat is het normenbord. En we hebben beneden onderaan de beeld ook nog een fotoactie Ik Val Op. Ja, en wij staan hier een beetje met het doel om mensen aan het denken te zetten over seksuele en genderdiversiteit. Wat eigenlijk een beetje het doel van Coming Out Dag is. En dat doen wij samen met veel plezier. En wij laten jullie graag zien wat wij daarvoor hebben. Je hebt net aangegeven, lichamelijk gezien ben je een vrouw, maar je gedraagt je niet altijd vrouwelijk. En wat er dan heel vaak gebeurt, is dat mensen denken dat als je je niet altijd vrouwelijk gedraagt, dan zul je ook wel geen echte vrouw zijn. Dan zul je ook wel wat mannelijker zijn. Of dan zul je je ook wel mannelijk voelen. En als jij denkt van, nou ja, ik ben een vrouw, maar ik gedraag me vaak best wel mannelijk. Ik doe typisch mannelijke dingen. Dan denken mensen meteen bijvoorbeeld dat je dan wel op vrouwen zal vallen. Eigenlijk hangen ze helemaal niet zo sterk samen. Elke schijf is helemaal los van elkaar. Dus hoe zou jij het bord inrichten als het over jou gaat? Weet jij dat vandaag een Nationale Coming Out Dag is? Nee. Ja, dat weet ik. Inmiddels wel. Ik had het gezien op Instagram. Dus. Ja, ik had het ook net begrepen. Nee, eigenlijk. En wat denken jullie dat het is? Weet jullie dat? Nee. Voor homo's en lesbisch. Ik denk iets met misschien homo. Wie ben je en wat doe je hier vandaag? Ik ben Meer Marinus en ik werk voor het theaterbureau Mindmix. We zijn hier op straat voor Coming Out Dag. Dat is een nationale dag die aandacht vraagt voor het uit de kast komen van LHBT mensen en I ook. die hoort er ook bij. En wij vragen er aandacht voor en proberen vooral aandacht te vragen voor diversiteit van liefde. En dat iedereen eigenlijk op een eigenschap valt. En dat het niet zo gaat over hokjes, man of vrouw. Maar dat het erom gaat dat je op iemand valt. En dan vooral op iets verschillends. Dus we hebben op het bord verschillende mensen die verschillende eigenschappen aanwijzen. Die bijvoorbeeld vallen op respect. Of op mooie ogen. Of gespierde benen. En zo hopen we in totaal een diversiteit te laten zien aan verschillende soorten liefde en verschillende soorten mensen. En hoe werkt de actie precies? Nou, we schieten eigenlijk mensen aan die op straat lopen, die hier voorbij komen lopen. En die vragen we dan waar ze opvallen. Wat is die ene eigenschap waardoor je echt stijl achterover valt? En dat schrijven ze dan op dit bord. En dan, daarmee komen ze op de foto, die printen we uit en die plakken we op dit bord. Zodat je heel veel foto's met heel veel verschillende eigenschappen krijgt. Vinden jullie het belangrijk dat deze dag er is? Ja, want nu gaat er wel extra aandacht naartoe en dan krijg je ook wat meer bekendheid en ook alle problemen en zo die er nu nog steeds zijn met discriminatie en zo, dat wordt dan wel even onder de aandacht genomen. Ja. En waarom? Ja, je mag gewoon zijn wie je bent en als je anders bent, dan moeten de andere mensen dat accepteren. Ja, best wel. Ja, ook wel. Nou, omdat het toch wel gewoon belangrijk is dat je jezelf kunt zijn.